Waarom specifieke aftrap voor gebiedspromotie? En waarom daar speciale aandacht voor? En dat zult u straks ook wel ervaren als straks het doek van het bord af is. Het is heel nadrukkelijk gedaan om niet zozeer het merk Zuidplas als wel het gebied van wat de gemeente Zuidplas omvat, wat beter voor het voetlicht te krijgen. Het is een unieke plek in de rand van de Randstad, of juist misschien wel midden in de Randstad, hoe je er naar kijkt. En zeer aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en te recreëren. En dat willen we nadrukkelijker voor het voetlicht krijgen. Met als doel nieuwe bewoners en bedrijven aan te trekken. Ik hoef u allemaal hier aanwezig niet te gaan vertellen wat voor opgaven en mogelijkheden we hier allemaal nog hebben liggen en wat ook noodzakelijk is voor deze toekomst. En dat willen we nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. En het effect daarvan zal zijn dat in eerste instantie de huidige dorpen worden versterkt en het ook een versterking van de lokale economie kan zijn. Maar we staan natuurlijk wel op een plekje dichtbij, een plek in deze prachtige gemeente dat deze week en deze dagen meer dan gemiddelde belangstelling zal hebben. En ook op koninklijk bezoek kan rekenen. En dan is het ook wel goed als je iets naar buiten wil dragen, dat het belangrijk is dat het veel mensen het zien. 3, 2, 1, 0. En wij zeggen altijd, wij roeien tegen de stroom in. Dat is ook wel passend met het evenement van deze week. Tegen de stroom in roeien betekent dat wij toch in een vergevorderd stadium zijn om 7 Huizen Zuid, dat is hier ook vlakbij, starten dit jaar met de eerste ontwikkeling van de nieuwbouwwijk die hier op aansluit. Waar 1200 woningen moeten komen de komende jaren. Als laatste zou ik daarbij willen opmerken. Dat wij hebben afgesproken met onze partners om dit gebied op deze manier te ontwikkelen. Maar dat we niet concurrerend zijn voor onze buurgemeente. Waarom? Omdat wij vooral dorps willen bouwen. Je zit zo in Rotterdam, Gouda of Utrecht. Ideaal voor een shopper als ik ben. Maar ook in het dorp zelf, in Nieuwekerk, zijn genoeg leuke winkeltjes om goed te kunnen slagen. Als wielrenster heb ik heel wat trainingsrondjes in en om de gemeente Zuidplas gemaakt. Maar doordat ik ontzettend fanatiek trainde, had ik weinig oog voor de omgeving. Dat kreeg ik pas jaren later toen ik na mijn wielercarrière mijn fiets inruilde voor hardloopschoenen. Hardlopen doe ik inmiddels al jaren en met enorm veel plezier. Daarbij geniet ik intens van de omgeving. Want wonen hier is toch echt heerlijk, denk ik dan. En omdat ik dit gebied zo heerlijk vind, heb ik ook gekozen om de Leontien Ladies Run op zaterdag 14 september 2014 daar te organiseren. Ook zal de route van de Leontien Ladies Ride op 15 september weer een stuk door de Zuidplas gaan. Zodat zoveel mogelijk dames dit prachtige gebied kunnen leren kennen. En ik durf echt te zeggen, als ras-echte Brabander, ben ik er heel trots op dat ik in de gemeente Zuidplas woon en ook werk. Je kan fantastisch wonen. Je kan hier werken, je kan hier recreëren. Je kan rust, ruimte en genieten. Dat is het grenzeloze. En dan nu het woord gewoon ervoor. Wat ook heel nadrukkelijk naar voren komt, kenmerk van dit gebied, is de no-nonsense mentaliteit. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Hard werken. Een lage werkloosheid, veel arbeidsplaatsen. Je hoort ook altijd dat mensen eigenlijk helemaal niet zo bang zijn om mensen uit deze dorpen aan te nemen, omdat ze weten dat arbeidsmoraal hoog ligt. En dat is iets wat zeg maar, het gewone moet accentueren van dit gebied.